Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Een golvend koufront ligt over de Noordzee. Het deels golf die ook weer terug als warmtefront, dus niet, niet helemaal correct getekend, maar eventjes voor het gemak op deze manier. Aan de oostzijde daarvan, daar bevindt zich de warme lucht en aan de andere kant van het koufront, daar bevindt de koelere lucht zich. De scheiding die blijft daar vandaag en ook morgen nog liggen en dan in de loop van donderdag, dan kruipt het koufront steeds verder... Uiteindelijk naar het oosten toe en dan komt ook ons land in de koele lucht terecht. In onze regio zien we in de warme lucht, die ook erg vochtig is, uh, uiteindelijk ook stapelwolken ontstaan. Die warme vochtige lucht dat is een soort brandstof voor buien. En die buien die gaan dus ook vandaag in de loop van de middag ontstaan. Op dit satellietbeeld zien we de eerste exemplaren al boven de veluwe. Flinke stapelwolken, maar ook ergens elders in het midden en zuiden van het land gaan dan in de loop van de dag buien ontstaan. In een modelanimatie is dat allemaal goed te zien. Buien boven het midden van het land en ook het zuiden, die houden dan ook vanavond en vannacht nog deels aan, en morgen is er opnieuw kans op enkele regen of onweersbuien in het uiterste zuiden en zuidwesten van ons land. Vanavond wisselend bewolkt op de meeste plaatsen, de meeste opklaringen in het noordoosten, de minste in het westen en het zuidwesten van het land. Vooral in de zuidelijke helft en ook in het midden, een aantal regen- en onweersbuien. En daarbij ook kans op hagel, lokaal ook veel neerslag in korte tijd, dus wateroverlast is ook niet uitgesloten. De halverwege de avond ligt de temperatuur rond een graad of 20 en een noordenwind die is meestal zwak tot aan zeematig. Vannacht dan neemt het aantal buien af, het koelt af, daardoor is er minder brandstof voor de buien, maar een enkele bui blijft wel mogelijk, met name in het zuidwesten van het land. De temperatuur 12 graden in het noordoosten vannacht en 16 tot 18 graden in het westen en zuidwesten onder de bewolking en in de buurt van buien. De wind neemt wat verder in kracht af, is bovenland zwak en misschien dat in het zuidoosten van het land een enkele mistbank ontstaat. Morgen zien we opnieuw een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De meeste zon in het oosten van het land. De minste zon- en de meeste wolkenvelden, moet ik zeggen, in het westen en zuidwesten van het land. In de zuidelijke helft en later misschien ook in het midden van het land. Tegen de avond ook opnieuw kans op een enkele regen- of onweersbui. En opnieuw kans op hagel en lokaal ook veel regen in korte tijd. Net als vandaag, morgen ook een zwakke tot meest matige noordenwind. En aan zee is die wind dan wat sterker windkracht 4. De komende dagen dan gaat het afkoelen, want donderdag passeert een koufront. Achter het koufront wordt het dan nog 18 tot 20 graden. En als het koufront een paar uur later is, misschien dat het dan vooruit, voor het koufront uit in het oosten nog een paar graden warmer wordt. De regen trekt in de loop van de dag weg, maar later in de middag ontstaan er weer nieuwe buien aan zee. Ook vrijdag en zaterdag wat koeler, vrijdag 16 tot 19 graden. Zaterdag komt er weer een graadje bij met 17 tot 20 graden. Op de lange termijn dan zien we dat na de dip van zaterdag, dat het vanaf zondag geleidelijk aan weer iets warmer wordt met volgende week regelmatig temperaturen rond 20 graden. Daarbij is het licht valt er nu en dan een bui, maar echt heel slecht najaarsweer hoeven we voorlopig in elk geval nog niet te verwachten. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl